De mensen kennen jou natuurlijk van familie als Pierrot. En valt het mee, die rol? Ja, het is een hele leuke rol om te doen, omdat hij heel veel dingen meemaakt. Het is een goede gast, dus dat is altijd leuk om te spelen. Slechte mensen spelen is ook altijd leuk, maar in een langlopende soap is het een beetje leuker als de mensen u graag zien, zal ik maar zeggen, het karakter graag hebben. Samenspelen met Zaki Lafont en heel wat andere bekenden uit familie? Ja, dat is superleuk. Ik amuseer mij altijd enorm met Zaki. We lachen heel wat af, maar we werken ook hard. Naast acteur is het ook een beetje begonnen, sterracteur. En daardoor ben je ook heel wat bekendheid gekregen. Ja, dat is een heel mooi ding geweest. Dat ik daaraan mocht meedoen. En dat ik dan uiteindelijk zo ver ben geraakt. Want dat had ik. Had je zelf niet verwacht bij het begin toen je deelnam? Oh nee, je mocht dat vragen aan mijn familie. Ik heb denk ik gezegd, laat mij er alsjeblieft niet van aflevering 1 uitleggen. Van dan aan kon het mij weinig... Tuurlijk, ik ben een vechter en ik blijf gaan tot het einde en dat heb ik bewezen. Maar ik had niet verwacht zo lang, echt niet. En nu ook als presentator bij Zomeraperitief, niet zo heel veel, maar het is toch een beetje een debuut voor jou? Ja, dat was heel leuk om te doen. Dat was ook zeer moeilijk met al die namen van die biljetjes en zo. Maar dat was heel fijn om te doen en ik wil dat wel nog doen. Jelmer, er is nu de nieuwe single Take It Back. Meteen de debuutsingle. Tevreden? Absoluut, heel tevreden. Het gaat heel goed, ze draaien het op de radio, want dat is tegenwoordig ook niet meer zo evident. En ik heb Hit the Road gedaan vorige week en dezelfde aflevering hebben ze nog gezegd van ja, kijk, jij moet terugkomen. Dus in Willebroek ben ik er opnieuw bij en dat is heel fijn.